steeds meer Rotterdammers gaan genieten van de koffie. Was het vroeger inderdaad een bakkie pleur in Rotterdam? Koffiebonen werden dan gewoon in een grote koffiepot gegooid en er wordt heet water op geschonken. En dat was een bruine drap die je dan dronk. Nou, dat is natuurlijk door de loop der jaren helemaal aan het veranderen gegaan. En wij zijn van een filtercultuur eigenlijk gegaan naar toch een verfijnde koffiecultuur. Met gebrande bonen, heerlijke smaken. Dus dat is totaal veranderd. En ik denk dat nu met alle nieuwe koffiespeciaalzaken en ook de grote winkelketens die erop aansluiten, dat steeds meer mensen ervan gaan genieten. En net als met wijn en met bier en met thee, dat je verschillende smaken kan gaan ontdekken. Sowieso een echte koffiecultuur, die hebben we stiekem al best wel lang, concentreerde zich alleen heel erg. Wat ik ook heel leuk aan vind, is een hele eigen cultuur. Ik denk dat de markt nog veel versnipperder raakt eigenlijk. Vroeger zag je dat het eigenlijk beheerst werd door hele grote merken. Ik denk dat eigenlijk het begrip micro-roastery, dat is wat wij zijn zeg maar, dat is wat die cultuur nu een beetje begint te worden, dat die veel groter wordt. En wat al echt wel een beetje gaande is, is dat je merkt dat mensen koffie buiten de deur gaan drinken 's ochtends. Dus niet meer thuis zelf aan de slag gaan, maar wel even die 5 minuten eerder vertrekken om even ergens anders langs te fietsen. Ja, dat vind ik heel vet. Koffie, ik ben ervan overtuigd dat koffie iedereen gelukkig maakt. Degene die het lusten, die drinken een kopje koffie. Dat is een heel goed begin van de dag. En degene die geen koffie lust, die zeggen altijd, oh, maar ik vind de geur wel heel lekker. Dus dan worden ze van de geur vrolijk. Je merkt nu dat mensen veel meer bezig zijn met slow koffie. Maar ook met allerlei smaakjes koffie. Daar ben ik zelf niet zo'n voorstander van. Wij hebben hier bijvoorbeeld Marokkaanse koffie bij Espresso Dates. En dat was voor mij eigenlijk een beetje een uitprobeersel. Marokkaanse koffie is iets wat je eigenlijk alleen maar bij je oma thuis in Marokko drinkt. Als ze nog een beetje van de oude stempel is. En ik dacht, ik vind het hartstikke lekker en ik ga dat hier ook introduceren. Nou, vroeger was koffie denk ik veel meer iets wat je gewoon thuis deed. Je pakte snel een bakje koffie en 1, 2, 3 en je werd wakker en klaar. En nu zijn we toch ook veel meer bezig met het hele sociale aspect bijna van koffie. Dat je onder het genot van een kopje koffie bij elkaar komt. Dat je bij elkaar gaat zitten voor een kop koffie. Dat bij een vergadering de koffie bijna belangrijker is dan de agendapunten, zeg maar. Weet je? En dat je echt op een betere plek met betere koffie betere vergaderingen hebt. Weet je? En ik denk dat een ontwikkeling is. Wat mij betreft kan je bij mij alle kanten uit, mits die voldoet aan alle criteria. Hij moet lekker warm zijn, hij moet vers zijn, hij moet geurig zijn. Het moet gewoon een kop koffie zijn waarvoor je opgewekt wordt en waar je bij de tijd verblijft.